just that's where I wanna go. To the old familiar place. Take me home. Goedemiddag, het is 4 uur en ja, zijn we toch alweer online vanuit de studio. En dat terwijl we zo graag in Hotel Houten hadden willen zijn. Maar ja, dat ging natuurlijk niet door. De reden mag bekend zijn, maar potverdikkie, we hebben alles uit de kast getrokken. Welkom bij deze mooie bijeenkomst, deze kerstshow van Brooks en Deal Suite. En ik ben er niet alleen, zeker niet, want natuurlijk zijn de mannen van Brooks... Peter en Floyd van Deal Suite er ook. Fijn dat jullie er ook zijn. Jullie hebben de mooiste kleren weer aangetrokken. Dat is best gedaan. Ja, dat ziet er goed uit. Alvast voor kerst. Dankjewel. Ja, we hadden het anders willen hebben. Graag wel. Maar ik geloof dat 3 weken geleden dat we definitief hoorden dat het niet kon doorgaan. Dat wisten we vorig jaar ietsjes sneller. Dus we hebben weer... gelukkig hadden we een draaiboek liggen. Hè? Dus vorig jaar heel goed gegaan. Maar... liever natuurlijk met 300 man in Hotel Houten. Alleen, dit is denk ik een leuk alternatief. We gaan er gewoon een leuke show van maken. Met wel de ingrediënten. De ingrediënten zijn allemaal weer aanwezig. En we gaan uiteraard awards uitreiken. Ja. Dat doen we later. Ja. En wat het leuke wel weer dan is, nu natuurlijk ook Floyd, is dat mensen kunnen meedoen. Hè? Er is een scroll onder in beeld, een tickertape. Kunt u al meedoen? Heeft het al gedaan, zag ik. Ik zag al een paar leuke boodschappen. U kunt uw boodschappen doorgeven door 06-8281-9077 te gebruiken. En daar kunt u dus uw kerstboodschap aan ons allen en aan de kijkers met ons mededelen. Dat is leuk. Kunt u de hele uitzending doen. Ja, Floyd, laten we eens even ook over Deal Suite hebben. En natuurlijk ook over Brooks. Maar jij hebt ook een fijn jaar gehad, hè? Ja, zeker. En ook zeker een bewogen jaar, zou ik ook zeggen, met veel verandering. Maar uiteindelijk weer met, denk ik, veel succes kunnen we terugkijken op het afgelopen jaar. Ondanks alles, ja. We hebben nog een en ander eventueel op een slide. Ik weet niet, wil je dat... Ja, we gaan eerst even naar kijken hoe Brooks het heeft gedaan. Want ik zie alleen maar stijgende lijnen. Je ziet alleen maar stijgende lijnen. Nou, dezelfde grafiek zouden we ook voor Deal Suite kunnen laten zien. Alleen dan met iets andere grootheden. Het was een bijzonder jaar, kan ik wel weer zeggen. Het lijkt een beetje de coronacurve, maar op een positieve manier. Precies. Ja. Uiteindelijk, de rode draad is namelijk... Dit is namelijk een grafiek van de afgelopen 5 jaar. En het geeft weer het aantal geplaatste bedrijven op Brooks. En dan zie je... dit jaar zijn bijna namelijk 1300 nieuwe bedrijven op Brooks geplaatst. Nou, dat is absoluut record. En dat geeft even aan hoe de overnamemarkt natuurlijk in beweging is en groeit. En het zegt uiteraard ook iets over onze eigen positie. Dus ik denk dat we met Brooks ongeveer 50% van de hele online markt coveren. En je ziet dus, zeg maar, parallel aan wat de overnamemarkt heeft gedaan, dat wij daar ook een hele mooie groei hebben doorgemaakt. En dat is toch ook de drijver eigenlijk van de markt, de verkopers die met hun bedrijf naar de markt komen. Daarnaast nog een aantal goede dingen bereikt. We hebben de online waarderingstool inmiddels volop aan het draaien. We zijn echt trots weer op. Hij ligt hier voor. Ja, ik zal hem eens even laten zien. Hij is echt zwaar, mensen. Waarschijnlijk heeft u hem misschien zelf ook al in de bus. Ja. De Brooks 500, voor de mensen die het niet kennen, wat staat erin? Nou, Brooks 500, hier staan dus eigenlijk alle adviseurs, overnameadvocaten, investeersmaatschappijen die actief zijn in onze markt, staan hierin.
Ik denk dat er weinig partijen zijn die er niet in staan. Er is overigens nog wel een selectie in gemaakt. Vorig jaar voor het eerst gedaan. Ja, enthousiast ontvangen, groot succes. En dat hebben we dit jaar doorgetrokken. Hij is dikker geworden, er staan meer partijen in. Ja, ik denk dat het een klassieker gaat worden in deze markt. Ja, die moet toch wel bij iedereen wel op het kantoor liggen. Ja, en, ja. Hij heeft wat we dan in uitgeefkringen vroeger noemen de ploffactor. Dus als hij op de deurmat door de bus op de deurmaat dan arme plof. Dus, ja. Maar goed, dus daar zijn we heel trots op. En, 10.000 stuks al, hè? En ja, ruim 10.000 stuks hebben we hier van gedrukt. En alles bij elkaar een heel mooi jaar dus, waarbij wij onze positie eigenlijk als grootste overnameplatform van Nederland hebben versterkt en uitgebouwd. Dus met het hele team ben ik heel trots op. Dat, ja. Zo zit je hier ook. Ja. En dat geldt dus voor jou ook, hè? Want je zei het al. Kijk, ik zie het plaatje al klaarstaan. Laten we het eens even zien. Ik zie een mooie landkaart met heel veel groen. Vertel eens even, hoe moet ik hem lezen? Donkergroen zijn wij natuurlijk. En al die andere kleurtjes, wat betekent dat? Ja, ik dacht, laten we het visueel ondersteunen met de map. Dat zegt meestal het meeste. We zijn dus sowieso actief in alle landen die daar staan. Hè. We hebben klanten in 40 landen. Dus dat is echt heel veel. In al die landen groeit dat ook. Maar er zijn een aantal landen waar we eventjes meest actief zijn. Echt met outbound teams. Hè. Dus dat betekent dat we echt een team hebben dat op die markt aan de slag is. En daar gaat het extra hard. Dat zijn met name de landen in Noordwest-Europa. En dat zijn dus ook de landen die op dit kaartje donkergroen zijn. Maar je wil de rest natuurlijk ook donker krijgen. En ja, dat gaat ook gebeuren. Ja? Hè, maar de strategie was om eerst groot te worden in de belangrijkste M&A-landen. Dat zijn Duitsland, Engeland en Frankrijk. Daar zijn we inmiddels wat dan heten, wat ook op die slide staat, industry leader. Wat eigenlijk zoveel betekent als marktleider. Geeft een hele mooie positie. Brengt wel ook heel veel verandering met zich mee, hè, ieder jaar opnieuw. Dus de groei is zeg maar wat ze dan noemen exponentieel. Maar dat betekent natuurlijk ook dat er intern heel veel dingen zijn die wij voor de kiezer krijgen als team die we moeten veranderen door het jaar heen. En dat maakt het met name, denk ik, uitdagend. Ja. Maar ook heel erg leuk. Heel veel. Hoef je niet te vervelen, dat is duidelijk. Nee, zeker niet. Heel veel zin in 2022 ook weer met name. Ja. En ik heb nog een leuk feitje op de slide even gezet. Dat is dat we vorige week hebben getekend met Grant Thornton, dus een groot internationaal accountskantoor. Dat wij hen mogen bedienen in 22 landen. Zo. Dat is voor ons ook een hele mooie grote deal. Dus ben ik blij mee, trots op. Bijna net zo spannend als hier zitten, geloof ik, om dat te tekenen. Ik denk dat een hele mooie, toch weer een heel mooi blijk van succes is. Ja, zeker. Wat nu achter ons ligt. Dus het gaat goed. Ik zie hier twee tevreden mannen aan tafel zitten. Zeker. Dat hebben we graag. Ja, en wat het leuke is ook, u kunt dus via WhatsApp uw kerstboodschap met ons delen. Maar we vinden het ook leuk om een beetje interactie te hebben. Dus hebben we een paar vragen voor u. De eerste vraag. In de vorm van een poll, die gaat over de overnamemarkt. Hoe die op dit moment eruit ziet. Lijkt die misschien een beetje steeds meer op de Amsterdamse huizenmarkt? A, kopers overbieden elkaar om goede bedrijven, wordt gevochten. Bent u het daar niet mee eens? Dan zegt u C. Er zijn nog steeds voldoende alternatieven. Of misschien C, B, zegt u dan. Of C, de huizenmarkt en de overnamemarkt zijn niet met elkaar te vergelijken. Nou, het werkt eigenlijk heel simpel, hè? U drukt gewoon op A, B of C en we zien het al verschuiven. Terwijl u nog eventjes doorgaat met die poll, hebben we ook adviseurs gevraagd om het jaar in één woord te vermelden. Even kijken of we het filmpje kunnen opsnorren van onze adviseurs. Spannend. Een rollercoaster. Spectaculair. Geduld. Dynamisch. Absoluut denderend. Onwerkelijk zijn. Dubbelwaardig, zou ik zeggen. Rollercoaster met eigenlijk heel veel hoogtepunten. Uniek. Intensief. Of eigenlijk in twee woorden, super intensief. Vol overgave. Speciaal. Veel bewogen. Leerzaam. Hectisch en dynamisch. Enerverend. Dynamisch. Bizar. Succesvol. Uitdagend. Lastig blijkt wel om zo in één woord het jaar te beschrijven. Bizar, uitdagend, hectisch. Eens even hier aan tafel waar ineens twee nieuwe gasten zitten. Thijs Verhul van United Wardrobe. Fijn dat je er bent. Ja. Voorheen United Wardrobe, want het is niet meer, hè? Nee, het is nu Vinted. Je hebt het verkocht. Ja, mijn kindje. Ja, je hebt iets goeds gedaan dit jaar.
Nou ja, of het goed is. Nee, het voelt wel heel goed sowieso. Ja, toch? Anders had je het niet gedaan, neem ik. Nou ja, maar het is altijd, je gaat toch je kindje verkopen. Hè? Dus het is wel echt een emotionele rollercoaster geweest. En, maar zeker positief voor mij afgelopen, ja. Ja, wat is, dus als je jouw jaar in één woord moet beschrijven, dan zou je gebruiken? Ja, bizar. Ook echt bizar. Ja. Ja. Zo'n raar jaar. Ja, maar heel fijn hoe alles is gelopen. Ja, en dan hebben we aan de andere kant van de tafel... Nou, de Roosboom zitten. Je bent van Start Green Capital. Dat is een overkoepelend investeringsfonds eigenlijk, hè? Ja, we zijn een fondsenmanager en we beheren meerdere fondsen, 5 fondsen en een crowdfunding platform. En alle fondsen zijn gericht op duurzaamheid. Ja, en dat doe je al heel lang, hè? Dat doe ik al heel lang, 20 jaar of zo. Ja, groenbloed bijna. Ja. Ja. Zeg, we hebben net die vraag gesteld, die stelling, die poll aan onze kijkers met die overnamemarkt. Dus even kijken wat daar de uitslag van is geworden, wat iedereen vindt. Nou, C is toch eigenlijk in de... Ja, is niet met elkaar te vergelijken. Hadden we dat verwacht? Kritisch publiek, hoor. Kritisch publiek, ja. Eens even kijken. Wat had jij gedacht, Peter? Want jij hebt deze stelling... Nou, ik denk dat C misschien feitelijk wel klopt. Hè. A gaat heel erg over de emotie, denk ik, op de markt. Hè. Dus, en dat geldt eigenlijk ook wel. Je ziet... Zeker voor mooiere bedrijven zie je toch wel kopers over elkaar heen buitelen. En wordt ook wel overboden. Vinden kopers en investeerders niet leuk, maar het gebeurt wel. Ze zeggen allemaal dat het niet zo is. Hè. Dan zeggen ze, nee, wij moeten zo'n relatie hebben van onze kennis en zo. Maar in de praktijk gaat het toch eigenlijk ook wel weer om geld. Dus ik denk dat A best wel opgaat. Maar als je misschien heel feitelijk kijkt, dan is een huis en een bedrijf niet hetzelfde. Nee. Dat is wel. Nee. Waar zou jij op ingezet hebben? Ja, ik juist wel op A. Ja. Omdat ik vind dat ze allebei te maken hebben met een overvloed aan geld. Dus en dat drijft de prijzen bij beide markten op. Ja, klopt. Ja. Ja, als je het niet kan bekijken, Thijs, wat zou jij gekozen hebben? Ja, het is appel met peren vergelijken, maar het is wel, geld is gratis op dit moment. Mm. Dus ja, als je even 10 miljoen kan gaan lenen om even te oriënteren om wat andere partijen uit de markt te kopen. Ja, dat doen wel veel bedrijven, zie ik, hoor. Ja. Dus, nou, ik denk dat alles goed is in deze, toch? Maar het is leuk om eventjes zo kijken waar onze kijkers staan. Zeker. Thijs, heb jij een boekje voor je neus liggen? Yes, yes. Heb je nu ook al een boek geschreven, jongen? Ja. Dat, cliché, hoe oud ben je? Cliché. Ja? 29. Jeetje. Ja, ja. En een bedrijf goed verkocht. Ja. En een boek geschreven. Maar het heeft met bedrijf te maken natuurlijk. Zeker, hè? Ja. Het was echt therapie. Ja, was dat het gat waar je in viel? Toen je het zwarte ondernemersgat. Ja, ja, om eerlijk te zijn, je kindje verkopen. En dan, normaal zat ik altijd met mijn compagnons bijna 7 jaar lang. En dan weer alleen dingen doen. Het voelt wel heel goed. Ja. Maar ja, ik ging het eigenlijk direct naar de exit. Ging ik gewoon neerpennen. Kwam ik een vriendin van me tegen. Die zei, ik wil de redactie wel voor je doen. En ik had natuurlijk alleen maar spelfouten erin staan. En hij ligt hier op tafel. Ik heb er al 1000 verkocht. En hij is vorige week donderdag live gegaan. Dus hij staat gewoon op bol.com in de boekhandel. Kan je hem krijgen. En het heet, voor hoeveel heb je het verkocht? Voor hoeveel heb je het verkocht? Nou, vertel het maar thuis. De hamvraag. Ja. Ja, die kreeg ik dus altijd naar mijn hoofd geslingerd. Maar ik mag het helaas niet zeggen. Vanwege strategische redenen. Dus wij kopen jouw boek. En dan krijgen we het antwoord nog niet. Ik denk dat het veel belangrijker is. Ja, het is veel belangrijker die weg ernaartoe. Hè. Ik ben echt als student, skileraar en vervolgens ondernemer geworden. En ja, die hele reis, dat is dubbel en dwars waard om te lezen. En, ook je fouten? Tipjes van de sluier staan natuurlijk. Ja, zeker. Mijn fouten heb ik open en bloot ingezet. Relaties die op de klippen lopen. Mensen die ik moest ontslaan. Uiteindelijk toch nog een banklening gekregen bij de Rabo, die ons bedrijf heeft gered op het einde. Het is een spannend verhaal. Het is in Jip en Janneke taal geschreven. Dus en uiteindelijk toch een beetje eindgoed al goed eigenlijk ook. Eindgoed al goed. Dus alles voor een film en een serie zit erin, begrijp ik. Ja, dus John de Mol kan de rechter nog kopen als hij nu meekijkt. Ja. Hey, maar je bent nu investeerder. Ja, investeerder. Ja, ik weet niet. Ja, ik ben auteur, investeerder. Ik moet natuurlijk nu ervoor zorgen dat ik een mooi portefeuille opbouw. Want ik heb natuurlijk mijn bedrijf verkocht. En ja, alles wat ik had zat in mijn bedrijf. Dus het eerste wat ik deed is een huis kopen. En toen een beetje aandelen kopen. En het boek gaan schrijven. En ik heb inderdaad net in een cybersecurity startup, Hadrian, geïnvesteerd. Het was maar een klein ticket waar ik mee kon doen samen met Slimmer AI. Waar toevallig ook Arthur Koste in zat, die in ons had geïnvesteerd.
Dus ja, investeerder, auteur, van alles en nog wat. De naam. Ja. Ja, want jij zat in de tweedehands kleding. Zeker. Dus dat is heel duurzaam. En dat is weer een mooi bruggetje naar jou, Laura. Want jij bent dus heel erg van dat duurzaam. Eigenlijk begon jij in een tijd toen we nog dachten van geiten wilde sokken. Echt alsof er een soort van spruitjes lucht aan hing. Ja, dat klopt. En nu lijkt het wel een enorme hype ineens, hè, om duurzaam te willen zijn. Ja, ik heb eigenlijk het gevoel dat het dit jaar is... een mainstream is geworden en dat het bijna hip is. Ja. Misschien ook wel door bedrijven zoals jij. Dat in Wageningen was het al langer hip, hoor. Ja, weet ik. Maar bij investeerders ook. Maar dat het echt zo, dat iedereen het daarover heeft. Ook grote bedrijven, die moeten natuurlijk ook allemaal aan Europese regels voldoen. En die moeten daarover gaan. Zo'n Shell die nu echt wordt gedwongen. Die Shell-rechtszaak. Daardoor is het wel echt bij het grote publiek, denk ik, bekend. Ja, en merk jij daar dan wat van als investeerder? Is jouw portefeuille ineens veel groter? Of heb je ineens meer kapitaal? Of, want het is toch wel wat, hè, het kapitaal wat jullie... Ja, wij beheren zo'n 425 miljoen voor verschillende LP's, heet dat dan, aandeelhouders. En er is meer geld. Ik denk dat mensen er meer makkelijker in investeren. We zien dat ook op ons crowdfunding-platform, waar we ook allemaal duurzame proposities hebben staan, waar iedereen gewoon vanaf 100 euro aan kan meedoen. Dus dan zie je echt dat het... En die lopen waanzinnig hard, die projecten allemaal. Die zijn binnen een uur, twee uur is het helemaal vol. Ja, ik las vandaag iets over, wat was het, Pieter Pot, die wekflessen supermarkt, zeg maar. Dat is ook, die hebben in no time, wat was het, 9 miljoen? 9 miljoen opgehaald, dat is ongelooflijk, ja. Dat lijkt mij logistiek nogal een lastig... Is het dan niet een soort van zeepbel die dadelijk gaat springen? Als iedereen erin zit en iedereen gelooft erin en dat je denkt, nou, als het maar groen is, is het goed. Dat denk ik niet, want het gaat gewoon, die omslag gaat gebeuren. Maar er zijn, denk ik, net zoals op alle markten, zijn er bedrijven die het niet gaan redden. En bedrijven die heel succesvol worden. Dus, het wordt meer een voorwaarde om te kunnen investeren. Ja. Dus een bedrijf moet op een gegeven moment aan bepaalde zaken voldoen. Wil het überhaupt funding op kunnen gaan halen? En die trend zie je echt vanuit die investeringsmaatschappijen nu komen. En dat begint institutioneel en dat zakt af. Precies. Een bedrijf moet bijvoorbeeld transparanter zijn in waar ze allemaal wat ze dan doen. Wat ze allemaal met het geld doen. Hè? Precies, en ook voor die groene obligaties. Dat was eigenlijk ook eerst niet transparant. Maar dat wordt ook echt vanuit de overheden, vanuit Europa nu opgelegd. Dat dat gewoon veel duidelijker moet zijn. Dat greenwashing een beetje ophoudt. Dus, En hoe zie jij dan... want het afgelopen jaar is het dus, zeg jij, is het echt... groter geworden dan ooit. Is er nog veel groei mogelijk of is dit het wel een beetje? Er is heel veel groei mogelijk. Want Nederland heeft regionaal overal plannen gemaakt hoe ze de buurten moeten verduurzamen. Dat is de RESSE heet dat, regionale energie. En daar moeten nog miljarden in. Dat is, als al die plannen worden uitgevoerd, die al die regio's hebben opgesteld, en dan willen ze vanuit de overheid ook nog dat de mensen meedoen in de buurt, dus dat de helft eigenlijk van de mensen uit de buurt komen voor die energietransitie, dan is er zo nog een paar miljard nodig om dat überhaupt voor elkaar te krijgen. Werk aan de winkel. Jij hoeft je nog niet te vervelen, begrijpen. Dat is hartstikke goed. Zeg, laten we eens even kijken waar we op dit moment staan. Hier hebben we dus veel hoogtepunten gehad aan tafel in ieder geval. Laten we eens kijken hoe dat met de adviseurs is. Dat wij hem mogen ondersteunen bij de verkoop van het familiebedrijf Meulendijks Verpakkingen uit Helmond. We hebben heel veel mooie transacties mogen begeleiden. Wat ik het mooiste eigenlijk vond, is dat we een fantastisch team hebben. Het afronden van de vele deals bij ons op kantoor. Dat we met een gemotiveerd team meer dan 30 transacties heel mooi hebben kunnen afronden. De uitbreiding van ons team met 4 mensen. Het teamuitje waar we met het team voor het eerst sinds lange tijd met elkaar gingen windsurfen. De verdere ontwikkeling van ons bedrijf. Een record aantal afgesloten deals. De teamwork binnen Taurus. Van collega's dat echt boven zichzelf uitgestegen is. Dat we samen met de klant en het team dit jaar ondanks coronatijd toch nog een hele goede modus hebben kunnen vinden om voor deze klanten de deal van hun leven te realiseren. We hebben samen met onze klanten mooie transacties afgerond, zowel nationaal als internationaal. Is dat onze gekozen strategie klopt? Een waanzinnige tweedaagse sessie met een mooie groep ondernemers, met de beste sprekers over fusies en overnames in Nederland. We hebben wederom ruim 20 klanten kunnen begeleiden naar een nieuw vervolg en daar zijn we enorm trots op.
We hebben meer dan 100 ondernemers succesvol bij een transactie begeleid en met Kopenhagen een derde internationale vestiging erbij gekregen. 3 nieuwe specialisten die erbij zijn gekomen. We hebben enorm veel exits gedaan. Ik ben dit jaar 25 jaar geleden als advocaat beëdigd. Nou, ik heb het woord team heel vaak horen vallen in ieder geval. Ja. Samen heb ik heel veel horen vallen. En zelfs ook, we zijn weer even samen geweest. Dat was van korte duur voordat we weer allemaal achter de schermpjes moesten. Ervaar je dat ook zo, dat het team is uitgebreid? Ja, dat heb ik eigenlijk wel een beetje gehoord. Jij gaat zeker uitbreiden. Nou, team is sowieso heel erg uitgebreid. Ja. En ja, het is ook wel fijn als je samen kunt zijn. Ik denk voor mij, we hebben natuurlijk ook veel klanten in het buitenland, lang niet kunnen bezoeken. In Q3 opende zich een window, zeg maar, dat ik tijdelijk even kon reizen. En heb ik in korte tijd toch nog zo'n ruim 250 klanten persoonlijk kunnen spreken. Daar ben ik heel blij mee. Maar dat is dus wel ook dat samen zijn, zeg maar, wat ook echt in de klantrelatie wel echt belangrijk is. Ja. Dus het is zeker binnen dat team, maar ook echt wel in de klantrelatie. En die kun je wel een tijdje niet hebben. Maar uiteindelijk is het wel belangrijk om dat weer te kunnen doen. Ja, en nu is de window weer dicht. Een beetje naar jou. Jij hebt geen team meer. Jij had een team, maar je hebt geen team. Ik heb in mijn boek echt een team. Ik had een goede redactie. Ik had een designer. Iemand die met de marketing heeft geholpen. Met de PR. Nou, ondertussen valt hier de decor naar beneden. Maar we gaan gewoon lekker door. Maar natuurlijk is het team het belangrijkste. En de klant is ook het belangrijkste. Ja, zonder dat is het niet leuk. En kun je geen mooie deals wegzetten. Nee. En wat denk ik ook wel, wat je ziet, en dat is, geldt ook in M&A's teamwork. Hè? Dus het is die adviseur, maar daar hoort ook nog een advocaat bij en een accountant. Dus het is ook, een deal is teamwork. En dat doe je met je eigen team, maar dat doe je ook nog eens een keer met externe partijen. En dan ben je ook weer een team. Dus, daar ook dadelijk met die overname wordt dat al die groepen verschillend benoemd worden. Absoluut, ja. Zeg, ik heb wel weer zin in een vraag. Jullie? Laat maar komen. En zeker voor thuis. Laten we eens even kijken of we nog een vraag voor jullie hebben. De vraag die we weer voor jullie bedacht hebben, doe vooral weer lekker mee. Hè? Dan doen we toch een beetje samen zo vandaag op deze mooie woensdag. Door corona zijn meer ondernemers gaan nadenken over de verkoop van hun bedrijf. Eens? Dan zeg je A. Corona heeft het risicobesef bij ondernemers vergroot. Als je het oneens bent, heb je 2 keuzes. B. Een ondernemer verkoopt alleen als hij of zij er klaar voor is. Of C. Oneens. Corona biedt juist kansen om een bedrijf over te nemen. Wat zal het worden? Wat zal het zijn? A, B of C? Eerst even hier aan tafel kijken wat jullie zouden zeggen. Ja, ik denk C hoor. Ja. Thijs zegt C. Ja. Ik zeg kansen. Ja. Laura zegt A, wat zeg jij? Het zijn 2 kanten van de medaille. Nee, hè? Dus, A, B, C. C. En jij zegt? Ja, zou gaan voor A. A. Nou, dus hebben we hier status quo aan tafel. Ja. Kunt u er thuis ook nog even over stemmen? Want de adviseurs die hebben ook nog een mooie vooruitzicht voor volgend jaar. We verwachten dat weer veel ondernemers bij ons zullen aankloppen om een bedrijf te verkopen tegen een hoge prijs natuurlijk. Dus positief. Positief. Wordt een fantastisch overnamejaar. Wij verwachten namelijk dat de hoos en overnames nog wel even voortduurt. 2022 wordt een fantastisch jaar omdat er veel geld is in de markt en heel veel ondernemers die succesvol zijn. Toen zijn er een nieuw hoofdstuk in hun leven. Omdat ondernemers klaar zijn voor de volgende uitdaging. Omdat het team klaar staat en we al heel veel mooie nieuwe transacties voor Q1 en Q2 in de portefeuille. Omdat we er helemaal klaar voor zijn met de nieuwe huisvesting en ons grotere team. Omdat dat jaar door velen wordt gezien als het moment om het bedrijf te verkopen. We hebben een steeds duidelijker profiel richting de markt. Technisch competente MKB-bedrijven. Omdat alles daarop wijst. Het team is uitgebreid met 3 mensen. Dus weer meer mogelijkheden. Posities beter bezet. Dus dat kan alleen maar leiden tot meer doelpunten. Omdat ik denk dat private equity in het MKB voor steeds meer transacties zal gaan zorgen. We hebben voor januari al een aantal hele mooie projecten in de pijplijn staan waar we mee gaan starten. Omdat we met een nog uitgebreider M&A-team vanuit onze nieuwe aansprekende kantoren in Rotterdam en Eindhoven onze klanten hun doelen helpen te bereiken. Omdat er natuurlijk nog steeds heel veel geld is. Er is nog steeds waanzinnig veel geld in de markt. Onder andere omdat we gaan verhuizen naar een heel mooi nieuw kantoor. Omdat er heel veel fantastische MKB-bedrijven zijn waar de vraag steeds groter naar wordt. De marktvooruitzichten positief zijn. Omdat we zien dat er enorm veel
appetite is voor techbedrijven. De vooruitzichten voor de overheidsmarkt voor 2022 zijn prima. Omdat de koek, zoals ik het zie, nog lang niet op is. Fijne kerstdagen allemaal en een gelukkig, gezond en succesvol 2022. Nou, wat een mooie warme boodschappen allemaal. En er is genoeg geld in de markt. Jij zei het al, Thijs. Iedereen noemde het wel eigenlijk, dat er genoeg geld is in de markt. Geld is gratis, schijnt. Ja, en iedereen gaat verhuizen, iedereen gaat groter, met een groter team. En nou, het zijn mooie vooruitzichten. Hoe zit dat? Ja, jij zei het al, wij gaan ook groeien. Ja, wij gaan ook groeien. En we hebben ook wat exits die eigenlijk dit jaar zouden worden afgerond, maar natuurlijk weer over het jaar worden heen getrokken. Dus die zie ik ook al het eerste kwartaal gebeuren. Ja, ik denk ook dat het een goed jaar wordt. Ja. En heeft corona nog een voor jullie markt heel veel nadelen eigenlijk? Want ik heb ook wel het idee dat we dan meer tijd hebben om over dingen na te denken of misschien meer rust hebben om dan te gaan juist kopen of verkopen, dat het ook wel een voordeel kan zijn. Nou, corona beïnvloedt ook heel erg de emotie in de markt. Ja, dat zie je elke keer weer. Ja. Een maand geleden zagen we het allemaal niet meer zo zitten. Nu krijgen we binnen 6 weken allemaal weer de boosterprik. En blijkt die variant toch weer mee te vallen. Gisteren ging de beurs weer 4% omhoog. Dus je ziet heel erg ups en downs. Maar de rode draad is uiteindelijk, denk ik, dat mensen gewoon... De onderliggende factoren zijn allemaal goed. Hè. De rente is laag, er is veel geld. Ondernemers zijn gewoon heel actief. Ik ben nog benieuwd even naar de poll trouwens. Ja. Om even te kijken wat nou mensen nou stemden A, B of C. Als jullie nog even kunnen laten zien wat er uitgekomen is. Ik ben heel benieuwd, daar is die. Nou, duidelijke A eigenlijk. En B en C gaan gelijk op. Ja, wie waren de A's ook alweer hier aan tafel? Ja. Dat was Laura, dat was Floyd, hè? Ja, ik was de C. Jij was de C en Peter ook. Wij zijn meer van de kansen, denk ik. En de andere twee zijn meer van de risico's. Hè? Dat is, dat heb je in een bedrijf heb je dat ook, hè? Zeker. Daar begint het mee om vervolgens uit te kunnen groeien, denk ik. Ja. En daarom zijn we ook samen. En dat is al 7 jaar met heel veel succes. 7 jaar met risico's en dan gaat het goed. Ja, zeker. Ben jij dan ook een beetje meer van... Nee, maar ik vond die A een gemengd ding. Want ik dacht, ze hebben meer risicobesef. Maar daardoor ga je en meer overnemen of jezelf te koop zetten. Dus ik dacht, het kan twee kanten op. Maar er stond het risicobesef wordt vergroot. En dat vind ik wel echt, denk ik, een gevolg van corona. Ja, het nadenken. Ja. Als je in een markt zit die online opereert, dan kan je natuurlijk keihard doorknallen. Maar ben je een ondernemer, je hebt 10 restaurants. Ja, dan kan je er heel anders in. Dat is een online markt, met je tweedehands kleding. Ja. Is dat ook wel een markt waar je denkt, van daar wil ik nou weer in door? En dat online, want je had dan net ook een start-up waar je dan weer in geïnvesteerd had. Dat is ook wel het online natuurlijk. Ik geloof heel erg in cybersecurity. Dat een van de grote spelers worden. Of ja, zeg maar punten waarin overheden en bedrijven gaan investeren. Want je moet wel. Hè, je ziet VDL, Netcar, die vrijheidsbedrijven. Alles kan platgelegd worden. Ik heb zelf natuurlijk ook een business gehad. En ik lag best wel eens in bed. En dan was er een of andere rare melding. En dan dacht ik van nou, ze zullen maar opeens een chat starten. En je moet 40 bitcoin betalen. Dat toch een medewerker ergens op een linkje geklikt heeft. Ongeveer. Ja. Het is volgens mij in 75% van de gevallen gaat het fout niet door een lek, maar gewoon doordat een medewerker test 1, 2, 3 als wachtwoord heeft, bij wijze van spreken. Ja. Dus daar moet in geïnvesteerd worden. Dus ik zet wel vol in die cybersecurity markt. Ja, en wat is voor jou de markt waar we je nu op inzet? Naast duurzaam, maar er zijn natuurlijk binnen duurzaam ook heel veel verschillende vakjes. Ja. Water, wind, zon. Ja, maar dat is al heel lang bezig. Er is veel energie op de markt. Daar is al heel veel in. Dus er gebeurt nu heel veel om dat te regelen. Dat die energie niet allemaal tegelijk op de markt komt. Of dat er geen energie is. Dus daar zie ik veel meer in het regelen van de stromen. Ja. Ja, dat de stroomnet het gewoon aankan. Ja, precies. Maar health, hè, is health zie ik ook heel veel in. Ja, een heel groot onderwerp. Als daar iets van op de markt komt, dan zijn daar heel veel gegadigd. Ja, dat zien we ook met het Borsky Fonds. Daar krijgen we echt de meerderheid van de proposities die wij krijgen. Het Borsky Fonds is een van de fondsen. In de fondsen die wij beheren, waar we alleen mee investeren in vrouwelijke ondernemers. En de proposities die we daar zien, is de meerderheid eigenlijk in de gezondheidszorg. Ja. Oké, maar heeft dat iets met
het vrouw zijn te maken? Of is ik dat... denk het. Ik denk het, want ze zijn ook met andere onderwerpen bezig dan mannen in de gezondheidszorg. Ja. Dus, zien kun je het nou combineren, cybersecurity met gezondheidszorg? Ja, beveiliging? Dan ga je helemaal door het dak. Ja, eigenlijk wel. Ja. Vliegen je om de oren. Ja. Nou, laten we dan ook eens eventjes wat voorspellingen doen. Want daar zijn jullie ook goed in, mannen. Wie gaat voorspellingen doen? Peter of Floyd? Peter. Nou, ik doe de voorspelling. Nou, vorig jaar heb ik voorspeld dat we het congres met 500 man zouden doen in de fabriek. En dat is niet gelukt. Dus in die zin heb ik niet zo'n goede track record. Maar goed, traditie. Ik heb toch wij hebben eigenlijk vijf denken wij trends even op een rijtje gezet. En de eerste daarvan is, we gaan wederom denken wij een vliegende start maken in 2022. Wat ik al zei, we hebben net even weer een kleine setback gehad. Maar goed, je ziet, markten zijn emotioneel. Maar uiteindelijk, de boosterprik is inmiddels in aankomst. De variant blijkt nog wel mee te vallen. Maar belangrijker, die onderliggende factoren. Rente laag, private equity wil verder. Ondernemers zoeken ook hun kansen. Dus die blijft. En feitelijk is de overnamemarkt al 20 jaar een groeimarkt. Hè? Dus het aantal... het aantal transacties neemt eigenlijk alleen maar toe. En dat gaan we ook vanaf begin 2022 gaan we dat gewoon doorzetten. Oké, dus en we maken een vliegende start en laten we blijven vliegen, hè? Daar ga ik vanuit, ja. Geen dus, turbulentie gaan. Nee, maar op zich, alle seinen staan op groen om dat te gaan doen. Goed, de tweede. Ja, heel belangrijk in dit verhaal is de rol van private equity. Want er is ongelooflijk veel geld opgehaald. We hadden afgelopen zomer een aantal lunches met investeringsmaatschappijen. En die vertelden allemaal wat ze hadden opgehaald de afgelopen maanden. En dan als je het bij elkaar optelt, heb je het over vele honderden. De miljoenen, die gaan geïnvesteerd worden. En het is een soort vliegwiel, want die ondernemers, nou ja, er zit hier een aan tafel, Thijs, die verkopen hun bedrijf en die krijgen er ook een mooi bedrag voor. En wat doen ze daarmee? Dat gaan ze vervolgens ook weer investeren. Dus het is eigenlijk het vliegwiel-effect in optima forma, zou ik zeggen. Je hebt niet gewoon heel standaard eerst een hele dikke auto gekocht en toen dat soort dingen. Nee, ik rijd nu in de Volvo van mijn moeder. Ik had een BMW gekocht, maar die heb ik met mijn moeder omgeruild, want die wilde een nieuwe auto. Ik zei, mam, die BMW, ik vind het uiteindelijk toch niks, maar neem jij hem maar. Ja. Nee, ik haal geluk uit reizen, huisdieren, leuke dingen doen en ik ben niet echt van het materiële. Nee, dat is niet echt mijn ding. Nee, dat had ik je ook niet ingeschat. Okay. Nee, heel mooi. Nou, de volgende voorspelling, nou ja, ook dit zal even gaan, maar de pre-exit, dat wordt ook komend jaar weer de meest voorkomende transactievorm. Dus ondernemers die alvast een stukje veiligstellen van hun geld, die niet al hun opgebouwde waarde in het bedrijf laten zitten. En ook zien dat ze daardoor ook weer nieuwe kansen krijgen. Bijvoorbeeld met een goede investeerder aan boord of met een strategische partner ook nog weer een volgende stap te maken. Dus ik denk dat het ook voor komend jaar weer doorgaat. Dat we heel veel pre-exit zullen zien. Nou, de vierde trend is eigenlijk bedrijven worden steeds jonger en steeds sneller verkocht. Kijk, Thijs, daar hebben we Thijs. Ja, dat is ook een reden. Eigenlijk ben je daar een voorbeeld van. Nee, tuurlijk. Het zijn vaak online ICT-bedrijven die heel snel zijn gegroeid, platformbedrijven. Maar het is ook denk ik een iets andere mentaliteit. Toen wij 15 jaar geleden begonnen, toen kwamen de babyboomers dan op de markt. Nou, dat waren allemaal mensen die hadden 30 jaar een bedrijf gehad. En die konden daar maar heel moeilijk afstand van doen. En die bleven eigenlijk vaak nog veel te lang doorgaan met ondernemen. Terwijl nu, de nieuwe generatie staat er heel anders in. En die denken, als ik na 5 jaar kan verkopen, prima. En dan ga ik daarna wat anders doen. En dus je ziet, en dat betekent ook... Er is ook een hele nieuwe kant natuurlijk ook van ondernemen ontstaan. Met al dat crowdfunden en al die snelle start-ups. Het is makkelijker, ik denk gedeeltelijk makkelijker geworden om geld te krijgen. Het is ook hipper geworden om te gaan ondernemen dan bij de ABN AMRO of bij de Shell te gaan werken. Wat in mijn tijd nog... Misschien iets meer lef ook onder de hoogste was. Nee, maar je moet ook wel. Ja, je moet misschien wel. Je neemt een baan en je hebt een inflatie van bijna 6%. Dus aan het einde van het jaar ben je 6% van je loon kwijt, bij wijze van spreken. Je hebt niet meer de zekerheden die de babyboomers hadden. Je kunt niet eens een huis kopen als je geen ouders hebt die een tonnetje erbij leggen. Dus die jongeren die moeten wel. Die gaan in crypto, die gaan in aandelen, die gaan start-ups beginnen. Als je kijkt hoeveel tieners er al in crypto zitten. Ja, ze moeten wel. Als ze het niet doen, dan hoe gaan ze ooit een huis kunnen kopen als ze geen vermogende ouders hebben? Ja, maar goed, de risico's zijn natuurlijk ook wel heel steviger.
Ja, het leven is helemaal een risico. Ja. En die jonge exits, dat is natuurlijk... Als je kijkt naar Microsoft. Voordat Microsoft 1 miljard gebruikers had, Microsoft Office volgens mij, duurde 24 jaar. Toen kwam corona en toen hoppakee. Ja, en Gmail deed er 14 jaar over. En Facebook volgens mij 9 jaar. Ja. En het wordt TikTok volgens mij 3 jaar. Ja. Want iedereen zit online. Ik kan vandaag een app lanceren met de juiste mensen, juiste marketing. Dat is het ook. Binnen no time kan je denk het schalen. Denk je dat ook, de jonge ondernemers, want jij zit ook in crowdfunding en al dat soort zaken, dat echt andere mentaliteit heeft? Ja, het is inderdaad, toen ik afstudeerde was het ook, dan wilde iedereen bij die grote bedrijven, bij de ABN, de Shell, dat was het. Ja. En nu is het, nu denken ze er toch anders over. Nee, als je nu bij de Shell gaat werken, dan word je elke jaar dan uitgenodigd. Mag je voor je niet meer uitgenodigd, denk ik. Nee. Ja, dat is echt anders geworden. Ja. En ook de grote gebouwen zijn minder belangrijk. Ja. Hè? Zit maar gewoon in een workplace. Ja, gewoon even wat je huurt om maar een bureautje te hebben, zeg. Ja. Ja. Zeg, je hebt er nog één, hè? Ik heb nog één, de laatste. En die heeft een beetje met onze eigen overnamemarkt te maken. Want nieuwe collega's, we zien het overal. Maar dat geldt ook in de overnamemarkt. We hebben ze even geteld. Er zijn ruim 500 vacatures staan er open bij overnameadvocaten, adviseurs, investeringsmaatschappijen. We zitten in de groeimarkt. Wij voorspellen dat het aantal overnameprofessionals komend jaar met 20% zal gaan toenemen. En om daar maar gelijk dan op in te spelen, gaan we met Brooks vanaf eerste kwartaal een eigen vacaturebank lanceren. Dus iets waar we het al even over hebben nagedacht. Maar dus in die zin komt dat mooi bij elkaar. Maar ook die overnamemarkt die staat volgens mij nog halverwege waar die de komende 5 jaar naartoe gaat. Ik voorzie een verdubbeling de komende 3 tot 5 jaar. Een aantal mensen die in de industrie... Maar is er genoeg kennis om al die vacatures in te vullen? Want je kan wel een vacaturebank hebben, maar als er alleen maar gevraagd wordt. Nou ja, de opleidingen doen daar zeker mee. Je hebt een aantal goede economische opleidingen. Je hebt Nijrode. Je ziet ook zij-instromers die zeg maar goede cursussen volgen. Dus, maar ook net als alle andere markten moeten zij... denk ik, vechten om de goede mensen binnen te halen. Maar goed, daar proberen wij ze dus straks een handje bij te helpen. Wat is de Brooks of de Deal Suite vacaturebank? Ja, Brooks publiekelijk toegankelijk. Ja. Brooks vacaturebank, een mooi nieuwtje. Kijk, die zij-instromers vinden hun weg nog niet goed naar de M&A-kantoren. En wellicht dat sommige kantoren met wat meer naam en faam en wat meer medewerkers die daar werken, makkelijke toegang hebben tot zeg maar nieuwe mensen. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel boutique-kantoren die daar wat meer moeite mee hebben. En die kunnen we hiermee, denk ik, echt ondersteunen. Een goed idee. Ja. Ik voel nog meer goede ideeën aankomen. Daar komen we misschien later nog op terug. Want wil je ze al delen? Jullie spannen allemaal. Jullie plannen, jullie nieuwe dingen. Nee, dat doen we straks. Hè? Nee, het is een mooie voorspellingen weer. Ik ben benieuwd, maar je durf je nou niet meer te wagen aan een nieuw congres met mensen. Nou ja, ik had vorig jaar echt wel €10.000 erop gezet dat we gewoon nu in Hotel Houten zo zitten. En in juli overigens ook. Ja. Ik vond het echt ongelooflijk. En we hebben 3 weken geleden hebben de overnamedag nog gedaan. Bijna 200 mensen. Het was echt gezellig. Een hele gezellige happening. Corona-gewijs misschien niet helemaal conform de laatste richtlijnen. Maar in ieder geval helemaal prima. Maar ja, een week later was het gewoon voorbij. Dus, daarom zitten we hier. Op maandag was er nog niks aan de hand volgens meneer De Jonge. En op vrijdag hadden we nieuwe maatregelen. Ja, het kan verkeren. Zo is dat. Ja. Ik heb een mooie traditie, vind ik wel, van de fusie- en overnamewoords, is dat er altijd het jaar een beetje op een creatieve manier wordt doorgenomen. En daar hebben wij toch wel onze eigen vaste columnist voor. Dus als hij er klaar voor is, ik kijk even met een schuin oog. Ja, hij is er klaar voor. Dus ik zou zeggen 10 minuten lang entertainment van onze enige echte Robert de Boek. Cindy, dankjewel. Even een huishoudelijke mededeling vooraf. Mocht iemand zich vandaag in mijn speech beledigd voelen, gewoon even melden bij Peter en hem vragen excuses te maken. Dat past wel in het jaar van de excuses. Je kunt ook een poging doen om mij de mond te snoeren. Gewoon een berichtje sturen met de tekst De Boek Functie Elders. De man van 2021 was voor mij Siewert van Liende. Fantastisch hoe een gemeenteambtenaar een orde van 100 miljoen wist binnen te slepen. Zelfs prins Constantijn heeft zich voor hem ingezet.
Logisch ook. Hij zet zich in voor startende ondernemers. En een starter was hij. Maar liefst 3 dagen bestond zijn bedrijf toen VWS dit contract met hem tekende. Zo'n babyface kan geen oplichter zijn, moeten ze bij VWS hebben gedacht. De media vinden het verwerpelijk dat Siewert steeds zei dat zijn inzet voor de mondkapjes belangeloos en zonder winstoogmerk was. Die hebben overduidelijk geen verstand van boekhouden. Die 28 miljoen voor Siewert en zijn 2 kornuiten was geen winst, maar een vergoeding voor gelopen risico. Van Liende heeft toegezegd de 9 miljoen die hij zelf verdiende weer terug te storten. Voor een goed doel. Hij neigt naar het steunen van kankeronderzoek. Als ik hem was, zou ik kiezen voor kanker als gevolg van het dragen van giftige mondkapjes. Ook Dion Grauw steunde de motie waarin hem wordt verzocht dit geld terug te betalen. Dion heeft vast wel wat ideeën over de besteding. Hij twijfelt nog tussen een project voor mishandelde zwerfhonden in Roemenië, een fonds voor gedupeerde MeToo-vrouwen of voor slachtoffers van de watersnoodramp in Limburg. Aan de beelden op het journaal kon ik deze zomer zien dat de Limburgers last hadden van enigszins hoogwater. Er kwamen ook wat Limburgers aan het woord, maar die kon ik zonder ondertiteling niet verstaan. De Limburgers hebben wel iets voor op de Brabanders. We zijn vandaag hier in Brabant. De Limburgers hebben een iets hoger intellect dan de gemiddelde Brabander. De Limburgers waren zo slim om in coronatijd de 11e van de 11e niet te vieren, maar de Brabanders vonden de opening van carnaval van levensbelang. Dat gezuip en geneuk moest toch doorgang vinden. Terwijl heel Nederland toch al op 5 september carnaval had gevierd. Op Zandvoort dit keer. Ik was erbij. Op uitnodiging. Om me heen was iedereen vooral druk bezig met het maken van selfies om de rest van Nederland te laten zien dat ze erbij waren. Ik dacht, kijk nou naar die wedstrijd voor die 1000 euro die je voor je is betaald door Jumbo, Porsche of Marklink. Ik had er geen seconde minder om geslapen als Max niet had gewonnen, maar voor iedereen om me heen lag dat duidelijk anders. Nederland heeft een gebrek aan helden. Als dat mannetje met dat spraakgebrek die middag niet had gewonnen, had de afdeling Zandvoort van Stichting Correlatie overuren gemaakt. Nederland werd het afgelopen jaar ook geconfronteerd met een enorme stijging van de huizenprijzen. Vooral in Limburg schoten de WOZ-waardes omhoog. Wonen aan het water is nu eenmaal duur. Ook Wopke Hoekstra had het zwaar het afgelopen jaar. Hij kwam in opspraak toen een belegging via de Maagdeneilanden werd ontdekt. Als ik hem was, had ik me verweerd door te zeggen dat dat niet om fiscale redenen was, maar voor de maagden. Bij iedereen zou dat ongeloofwaardig zijn, behalve bij Wopke. Hij werd tot op het koor Wopke de Wipper en Wipke genoemd. Ik kan me er weinig bij voorstellen. Lieselot hopelijk wel. Hebben jullie Hoekstra nog gezien bij het informeel formatieoverleg in Hilversum? Hij had die zaterdag een zo informeel mogelijk t-shirt uit de kast getrokken. Van Superdry. Een zeer toepasselijke naam. Alle vrouwelijke kijkers, zelfs die van CDA-huizen, werden spontaan Superdry bij het zien van die foto van Wopke. He was dressed to the occasion. Kaag vertrouwde het niet en vertrok 's avonds als enige van het gezelschap naar huis om de volgende ochtend weer terug te keren. Stel je voor dat Wopke met een glas op je kamerdeur klopt. Je moet wel heel erg dronken zijn, wil je op de kamerdeur van Sigrid Kaag kloppen. Wat een arrogant wijf is dat, zeg. Zagen jullie haar dansend op de tafel op de avond van de verkiezingen? Kwam heel spontaan over. Alleen later bleek dat die fotograaf 3 uur had staan oefenen op die foto. Bij Kaag heb ik altijd het idee dat ze de moment haar bezemsteel kan pakken en weg kan vliegen. Het is maar goed dat Kaag is afgetreden. Die was bij een bespreking met de Taliban niet over de tolken begonnen die in gevaar waren, maar over het gebrek aan diversiteit bij de Taliban. Bij Carmijn hebben ze inmiddels het vrouwenquotum weer afgeschaft. Daar zijn net 2 mannelijke partners benoemd. Eindelijk een participatiemaatschappij die laat zien dat ze ook zelf aan diversiteit doen. Ook bij Coolblue waren ze niet zo blij met het vrouwenquotum. Vanwege zwangerschap van de CFO moest de beursgang worden uitgesteld. En toen ze terugkwam na enkele maanden doorgebracht te hebben met de kleine spruit, was het klimaat zo verslechterd dat de beursgang moest worden afgeblazen. Mocht Coolblue in de toekomst weer een beursgang overwegen, dan ben ik bang voor de vrouwenbeweging dat de CFO vroegtijdig wordt vervangen door een man. Het was ook het jaar van de veldslagen. Zo kenden we de slag om Kabul en de slag om Mallorca. Een paar Gooise kakkertjes met wat pillen en een slok op manifesteerden zich als kopschopper.
Die moeten vast hebben gedacht dat ze al met de ontgroening van het Amsterdam Studentenkoor bezig waren. Als je wil kopschoppen, kun je altijd nog voetbalsupporter worden. Bij NEC of Feyenoord bijvoorbeeld, lekker matten en een voetbalbestuurdertje bedreigen. Zo'n beetje iedereen die ertoe doet, werd het afgelopen jaar bedreigd. Van voetbalbestuurders tot virologen, van politici tot columnisten. Je moet wel een heel erg slechte columnist zijn als je niet wordt bedreigd. Over NEC gesproken, daar stortte een tribune in. Ik vermoed dat de enigszins corpulente burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls, stiekem Vitesse-supporter is en de avond voor de wedstrijd NEC-Vitesse in zijn eentje heeft staan hossen in het uitvak. Als ik zo zwaar was als Bruls, zou ik mijn hele leven in quarantaine gaan uit angst voor corona. Maar Bruls is zo publiciteitsgeil dat hij Horny Hubert wordt genoemd en iedere avond weer te zien is aan een talkshowtafel. Voor de NEC-supporters overigens niet getreurd. Marcel Boekhoorn heeft na de exit van de high-tech campus wel een paar duiten beschikbaar voor een nieuw stadion. Misschien kan hij bij Coldman Sachs een bod doen op de Kuip als nieuwe thuishaven voor NEC. 2021 was het jaar van de bedreigingen en van de fraudes. We hadden natuurlijk de fraude van Sievert en de toeslagenfraude. De toeslagenaffaire. De fraudeurs mogen we niet meer over praten. De echte slachtoffers van die affaire zijn in goede handen bij de staatssecretaris die daarover gaat. D66 dacht, laten we daar de meest warme persoonlijkheid voor kiezen die we in onze stal hebben, Alexandra van Huffelen. Een vrouw met de uitstraling van Cruella de Vil. Met de slachtoffers van de toeslagenaffaire in de rol van de 101 Dalmatiërs. De grootste fraude na die van Sievert was die van Frank Oranje, notaris bij landsadvocaat Pelsrijken. Altijd weer die Oranjes. Vet Grapperhaus zag in de fraude van 11 miljoen geen reden om te switchen van advocatenkantoor. Totdat hij hoorde dat een partner van Pelsrijken regelmatig schreeuwt naar ondergeschikten en het woord neger heeft gebruikt. De bestuursvoorzitter van Pelsrijken verweerde zich door te zeggen dat dat op de Zuidas ook regelmatig voorkomt. Dat zullen jullie waarschijnlijk wel herkennen. Mocht deze strenge meesteres nog een zanger zoeken voor de kerstborrel, dan zou ik Ron Jans nemen, de trainer van Peters favoriete club FC Twente. Die heeft nog wel wat racistische liedjes in zijn repertoire. Niet zo gek trouwens dat fraudes bij notarissen vaker voorkomt. Je moet je leven zelf wel een beetje spannend maken als je het saaiste beroep ter wereld hebt. Ook in de sport was 2021 het jaar van de fraude. Darter Raymond van Barneveld werd verdacht van matchfixing. Hij verloor met 5-0 van Mervyn King. Ik zou eerder hebben gedacht aan matchfixing als hij met 5-0 had gewonnen. Het afgelopen jaar werd ook het online gokken vrijgegeven. Om fiscale redenen zou ik toch adviseren op de ouderwetse manier in te zetten en op een parkeerplaats bij een tankstation aan Dirk Kuyt een plastic tasje met cash te overhandigen. Dirk, de ideale schoonzoon, weet daar wel raad mee. Mocht het dan donker zijn, je kunt hem herkennen aan zijn witte tanden. Dirk heeft een botoxbehandeling, gebitscorrectie en haartransplantatie ondergaan en is de opvolger van Marijke Helwegen als ambassadeur van de botoxindustrie. Ik ga afronden, want ik moest het van Peter kort houden. De rest van mijn speech kun je horen tijdens het Antea nieuwjaarswebinar op 10 januari. Aanmelden kan via info@antea.nl. Ik wens jullie allen een fantastisch 2022 toe. Het zijn gouden tijden voor investeerders. Dankzij de negatieve rente lukt het zelfs Antea om een recordvermogen op te halen. Gelukkig maar, want net als Frank Oranje ben ik het afgelopen jaar een verdienmodel kwijtgeraakt. Tijdens de lockdown was ik een hondendetacheerder begonnen. Ik had 50 honden aangeschaft die ik tegen topprijzen tijdens de avondklok kon vuren. Alleen met een hond mocht je na 9 uur de straat nog op. Maar helaas, aan alles komt een eind. Maar niet getreurd, ik heb weer een nieuw verdienmodel. Ons nieuwe fonds Antea Participaties 9 wordt met bijna 50 miljoen het grootste in de Antea-historie. We zoeken overigens nog een investment manager met 7 jaar ongeveer corporate finance ervaring. Dus je hoeft de Brooks vacaturebank niet af te wachten. Voor investeerders gaat de overnamemarkt nog transparanter worden. Naar voorbeeld van de vastgoedmakelaars gaat ook voor de bedrijfsmakelaars een biedingslogboek verplicht worden. Dat betekent het einde van de bullshitverhalen van corporate finance adviseurs als er zijn 2 hogere biedingen, maar jullie krijgen alsnog de kans om je bod te verhogen. Of jullie waren de laagste bieder, maar de klik met jullie was zo goed dat ze desondanks voor jullie hebben gekozen.
Zo'n biedingslogboek betekent het einde van de Pinocchio's onder jullie. Voor alle andere corporate finance adviseurs, en dat is dan nog een heel select gezelschap, breken gouden tijden aan. Dankzij DealSuite worden jullie slapend rijk. Peter en Floyd, proficiat met het succes van DealSuite. Ik had echt nooit verwacht dat dat zou gaan werken, maar dankzij de luiheid van de fusie- en overnameadviseurs is het gelukt. Ik verwacht november volgend jaar veel M&A-adviseurs in de quote 500. Vooral diegenen met NOW-steun zitten goed in de slappe was. Hopelijk nemen jullie een voorbeeld aan Amalia en schenken jullie een deel van je inkomen aan de minder bedeelden in onze samenleving. Je wilt toch niet met rupsjes nooit genoeg als Sievert, Prins Bril of de familie van Appie Noori worden vergeleken? Denk eens aan de slachtoffers van de toeslagaffaire of van de aardbevingen in Groningen. Het zou goed zijn als jullie een fonds voor die mensen opzetten. En ik heb al een mooie naam bedacht. Het Normalisatiefonds. Daar zijn jullie goed in. Ook voor de bankiers wordt het een topjaar. De negatieve rente zorgt voor een mooie aanvullende inkomstenstroom. Ik ben bang dat het net is als met het kwartje van Kok en de villatax van Wouter Bos. Het gaat nooit meer weg. En voor alle advocaten wordt 2022 een jaar van kansen. Het Rijk en vele gemeenten zoeken een nieuwe landsadvocaat. Als je donateur wordt van Bijeen van Savannah Simons, dan win je de pitch zeker. Dank voor jullie aandacht en nog veel plezier. En wees een beetje bescheiden als je straks een woord in de wacht sleept. Want je weet, de echte winnaar is Sievert. Dankjewel, Robert. Mooi gesproken. Nou, zat er wat herkenning in, Thijs? Ja, het is natuurlijk echt die Sievert, inderdaad. Ik heb dat ook meegekeken en gekregen natuurlijk. En ook dat boosprogramma die je me had opgezocht. En ja, het is allemaal zo treurig. En ja, het is ook kenmerkend voor deze tijd. Die politici, ze doen maar wat ze willen en ze blijven zitten. En zo'n Sievert, die doet ook maar wat hij wil. En het is toch niet te vervolgen. Hij gaat niet in de mondkapjes, hoor ik al. Nee. Het is allemaal heel bizar om te zien van een afstand. En wat er nou echt waar van is en niet, je weet het niet. Waar ga je het eerst op richten komend jaar? Het komend jaar? Ja? Ik ga mijn huis verbouwen. En mijn vriendin wil graag een hond. En als er niemand kijkt, nou ja, Robert, is... Robert, ja, Robert. Ja, Robert. Vooruit zou ik zeggen. En ja, gewoon lekker weer... ik hoop wel ergens volgend jaar weer lekker aan de slag te gaan. Weer lekker... Ja. Team om je heen te hebben. Ja, team om me heen. Lekker bouwen. Lekker een beetje aankloten, pingpongen. Investeringen ophalen en knallen. Ja. En jij, Laura? Ja, we gaan gewoon door en we hopen volgend jaar weer een nieuw fonds in de markt te zetten wat zich richt op energieprojecten in Afrika. Daar zijn we mee begonnen. Dus, ja, dat is ook nog een hele markt inderdaad. Ja. Genoeg zon in ieder geval. Ja. Dus dat, klopt. Dat is goed. Ja. Ik vond het fijn dat jullie er waren, want ja, we zeiden het al, we zagen ze ook al even in beeld. Mannen, jullie kunnen vast even dadelijk onder tafel duiken om de awards boven tafel te halen. Want we gaan naar de fusie- en overname awards. Dank jullie wel voor jullie komst in ieder geval, Thijs en Laura. De Fusie- en Overname Awards 2021. Daar zijn we aan toe. Zeven categorieën, Peter. Leg het even uit. Zeven categorieën dit jaar. Ik weet niet of er iets in beeld verschijnt. Ja, dat hebben we hoor, zeker. Want dat is wel handig voor de kijker, denk ik. Gaan we even laten zien. Ja. Kijk eens. Ja, om even context te schetsen. We hebben dit jaar een nieuwe categorie geïntroduceerd. De Jong Overnameadviseur van het jaar. Ook omdat we graag de nieuwe generatie erbij willen betrekken. En we ook hebben gezien, ook afgelopen zomer weer tijdens lunches, dat echt heel veel jonge mensen op dit moment de markt instromen. Nou, dat vinden we leuk en die willen we ook zeg maar hun plaats geven in het geheel. Over de hele verkiezingen hadden we meer dan 123 deelnemers dit jaar. Dat was meer dan vorig jaar. Overnamekantoren, 34 investeersmaatschappijen, overnameadviseurs. De jonge adviseurs die deden 19 van mee en 9 overnameadvocaten. Leuke statistiek misschien nog even. Mm-hmm. Ik ga even er zelf op door. In totaal bijna 10.000 stemmen in totaal. Waarbij professionals ongeveer op de 1800 zat en zo'n kleine 8.000 voor de relaties. Ik zie dat al doorgaan voor de eerste categorie. Ja, ik zie het ook. Eerste categorie. Eerste categorie. Overnameadvocaat van het jaar. Nog één vraag. Zijn het altijd dezelfde... Dat is een vraag die je krijgt. Zijn het altijd dezelfde mensen die genomineerd worden? Want we zijn heel veel genomineerd en heel veel gestemd. Maar
Nou, het is wel grappig dat je het vraagt, want het is eigenlijk niet zo. Vaak zie je eigenlijk een cyclische beweging. De mensen die zeg maar het jaar daarvoor zich hebben aangemeld en of hebben gewonnen of niet werden genomineerd, die zijn dan of heel blij en zeggen ze, nou, dit jaar maak ik toch geen kans, zeggen ze dan. Of ze zijn teleurgesteld. Dan zijn ze teleurgesteld, dan komen ze niet. En het jaar erop zien we ze weer terugkomen. Dus het is een beetje een cyclus. En wij vinden dat ook fijn, want we willen graag zo breed mogelijk palet aan adviseurs laten zien en niet elke keer dezelfde gezichten. Het is natuurlijk wel zo dat je hebt nou één keer toch partijen die het beter doen dan andere partijen. En als het dan echt om de prijzen gaat, dan zie je dat bepaalde partijen wel iets vaker weer in beeld komen. Online heb ik heel veel mensen zien werven om vooral op hun te stemmen. Laten we maar eens inderdaad naar die eerste categorie gaan. De overnameadvocaat van het jaar. Advocaat van het jaar, ja. Vijf genomineerden. Ik ga ze allemaal eventjes af. Roelof Amelink van Amelink Advocaten. Evert Hoekstra van CKH Advocaten. Natasja Linsen van Treble Legal. Erik Spreij van Heerik en Verhulst uit Rotterdam. En Sebastian Vos van JPR. Oké, nou. Roffel. Dat kon jij net heel goed, Floyd. Doe je hartstikke goed. En de winnaar is... De winnaar is geworden Erik Spreij van Heerik en Verhulst. En als het goed is, hebben we Erik ook... via online aan de lijn. Daar is hij hoor. Gefeliciteerd, Erik. Hallo. Ja, dankjewel. Gefeliciteerd. Ja. Waar treffen we jou nou? Ben je thuis of ben je op kantoor? Ik ben op kantoor in het mooie Rotterdam. Wellicht, ja. Ik weet niet of het uitzicht iets is. Ja, we zien de skyline, zeker. Ja. Erik, van harte gefeliciteerd. Je zei eergisteren, want ik heb je wel even gebeld van tevoren, van goh, ik twijfelde even om mee te doen, maar ik heb nog nooit zoveel reacties op een LinkedIn-post gehad dan het feit dat je genomineerd was. Dat vonden we natuurlijk leuk om te horen. Dus in die zin wel blij dat je alsnog mee hebt gedaan. Nou ja, ja uiteraard. Nee, natuurlijk, het is een hele mooie blijk van waardering, moet ik zeggen. Ik hoorde net het aantal stemmen dat je noemde. 1800 professionals, 8000 relaties, dat zal voor iedereen zijn geweest. Maar goed, ik neem aan dat er ook heel wat mensen op mij hebben gestemd, gelet op de uitslag. Ja. En ja, dat is uiteindelijk natuurlijk een hele mooie blijk van waardering. Ja. Voor het harde werk dat we de afgelopen jaren hebben verricht. Ja, want als je even terugkijkt op dat jaar, waar ben je het meest trots op? Waar ik het meest trots op ben het afgelopen jaar. Er zijn een aantal, we hebben heel wat transacties gedaan, maar er zijn er een aantal die daaruit springen. En ja, weet je, ik vind het heel erg mooi dat die transacties onze kant op zijn gekomen. Via verwijzers, via relaties waar we al jaren voor werken. En dat die mensen dat vertrouwen in ons hebben uitgesproken. Jullie zijn ook en actief dat we op succesvol in de met elkaar hebben samengewerkt. Jullie zijn actief in de sierteelt ook, heel erg actief, zag ik. Of is dat een beetje een specialisatie? We hebben sierteelt gedaan. Nou, niet zozeer specialisatie. We werken echt wel in meerdere branches. Maar goed, wat je wel ziet is dat je in bepaalde branches meerdere transacties doet. En dat je van het een leert voor de volgende transactie. Ja. Zeg Erik, hier staat voor jou een hele mooie award hier op tafel. Eens even kijken of we hem kunnen laten zien. Hou hem maar eens even omhoog. Breng hem even in beeld. Daar is hij. Ja. Kijk eens, daar is hij. Hij is transparant, dus je kan hem neerzetten waar je wil. Hij komt jouw kant op. Ja. Misschien komt Peter hem zelf wel even langsbrengen. We komen hem persoonlijk bij je langsbrengen. Ja. Ik denk volgende week al. Dus gaan we zitten in Rotterdam, jullie ook geloof ik, dus vlakbij. Nou, Amsterdam, maar goed. Geef hem wel een Robert mee. Ja. Dankjewel, ja, Erik. Ik ergens anders dan. Gaat vieren en bedankt dat je even in de uitzending wilde komen. Ja. Staan. Nogmaals, proficiat. Dank je. Erik. Doei. Leuk dat hij er was, zeg. Nou ja, dat was de overnameadvocaat van het jaar. Laten we eens even door naar de volgende, de investeringsmaatschappij, Floyd. Dan kijk ik even naar jou, want jij gaat daar eens even doorheen naar onze genomineerden. Nou, genomineerden zijn als volgt. Antea, jawel, in de zaal. Antea Participaties. MKB Fonds. Ox Greenfield. Pride Capital Partners. Synergia. En de winnaar is. En de winnaar is. Ja, dat is die weer, de Roffel. Synergia. Ja, en waarom?
Goed, ja, die vraag. Ja, dat is geen gekke vraag, toch? Bij investeerders kijken we naar een paar zaken. We kijken naar het aantal transacties wat ze hebben gedaan. En we kijken ook naar de exits die ze hebben gedaan. Synergie had een hele mooie exit. Hebben er 3, geloof ik, gedaan dit jaar. Maar een hele mooie exit qua deal value. En daarnaast, en dat telt uiteraard ook mee, het aantal stemmen. Ze hebben een hele goede campagne gevoerd. En ja, uiteindelijk is die optelsom van aantal transacties, grootste deal en het aantal stemmen wat je hebt gekregen, dat vormt dan uiteindelijk de optelsom. En daar hebben ze het heel goed in gedaan. Er zit een paar te juichen nu daar thuis. Henk van Twiller. En kan aan mensen. Via dat 06-nummer wat u steeds onder in beeld ziet verschijnen, kunt u natuurlijk ook uw collega's gewoon een felicitatie toewensen. Een nieuwjaarsboodschap, een kerstwens aan ons allen. Het mag allemaal. Ja. Laat het vooral allemaal maar komen. Kijk, daar komt het telefoonnummer weer in beeld. Laten we eens doorgaan naar de volgende categorie. We hebben er in totaal 7. De Young Overnameadviseur, want dat is een nieuwe categorie. Floyd, waarom moest die... Ja, goed, ja, Peter zei het eigenlijk al. We zien daar natuurlijk steeds meer van komen. Ja. Nou, de jeugd was, denk ik, is heel belangrijk in al die verschillende kantoren. Alleen als je ook kijkt naar ons congres de afgelopen jaren in fysieke vorm, dan waren daar toch meestal de partners aanwezig. Maar ze namen wel steeds meer de jongeren mee, zeg maar. Nou, vond ik te weinig, in alle eerlijkheid. En we hebben best vaak over gehad dat het goed zou zijn om die erbij te betrekken. Zijn ze natuurlijk ook een beetje bang dat die weggekaapt worden weer door een ander kantoor. Maar ik denk dat je uit moet gaan van je eigen kracht daarin. Dus wij willen ze er graag bij betrekken. Nou, dat kun je op allerlei manieren doen. Maar ik denk dat als we fysiek het event organiseren, gaan we dat zeker ook doen. Maar dat kan ook middels zo'n award. Ja, nou laten we ze eens eventjes doornemen. De genomineerden zijn... Rapapa, rapapa. Als eerste... Dylan Dijksman. Noem jij ze even op ook? Of zal... Dylan Dijksman van Iris Corporate Finance. Maarten van der Heijden, Hogenhauk. Marco Iskic van Marklink. Rens Knevels van Matchplan. Fusies en overnames staan er altijd achter. En Joyce Nijland van Factor Bedrijfsovernames. Nou, het is spannend. Wie zou de winnaar zijn? Dat is... Dames en heren. Geworden, Marco Iskic. Marco. En weet je wat het ontzettend leuke is, dames en heren? Ik ben een soort van Oprah Winfrey. Daar is hij dan. Kom erbij, Marco. Dankjewel. Ga lekker zitten. Ja, coronatechnisch kan ik je nou niet omhelzen om je te feliciteren. Wij ook niet. Moet je gewoon op afstand gaan zitten. Ik snap het helemaal. Dankjewel. Leuk dat ik er mag zijn. Gefeliciteerd. Ja, gefeliciteerd. Doe het zo. Gefeliciteerd. Dit is een hele mooie prijs voor jou. Laat Floyd nog even zien. Ik zal hem nog even op de camera ook laten zien. Jouw naam staat er echt op. Ja, dus, hartstikke leuk. Ja, heel hartelijk gefeliciteerd. Dankjewel. Je bent dus de eerste die wint, hè? Dus dat is nog extra bijzonder, zou ik denken. Zeker. En ik denk dat het... je bent ongetwijfeld zeg maar aanstormend talent natuurlijk de afgelopen jaren geweest binnen Marklink. Want daar zit je al best wel lang, toch? Klopt. Ik zit er nu 6,5 jaar. Ja. Dus heel jong begonnen. Het is niet goed om je leeftijd nog even te melden. Want, ja, ik ben 30 jaar. 30 jaar, ja. En de jongste M&A-manager toch ook van... Volgens mij ook wel. Bij 1 januari komen een aantal nieuwe talenten bij Marklink aan. En dan ben ik die plek kwijt. Okay. Maar die kan jij dan weer begeleiden, want jij weet hoe het is om jong te beginnen. Ik ga in ieder geval mijn best doen, dat zeker. Ja. Ja. En dit is de opmaat naar het partnertraject, zou ik zeggen. Dus heel goed voor je business case, toch? Ja. Dus, van harte gefeliciteerd. En mooi dat je hier ook bent. Dus geef me een mooi plekje. Nou, dankjewel. Hartstikke leuk. Misschien nog leuk om te vertellen, je hebt 1 deal gedaan die helemaal via Zoom tot stand kwam, zei je toch? Waar mensen elkaar alleen bij de notarissen nog hebben getroffen. Ja, dat klopt. Dat was een deal die was eigenlijk wel grotendeels in 2020 dat die plaats had gevonden. Uh-huh. Maar daar hadden we een koper uit Canada en een partij uit Nederland die we verkochten. En vanwege de coronapandemie was het eigenlijk onmogelijk om te reizen. En toen hebben we elkaar inderdaad grotendeels online gesproken. Maar de deal is alsnog tot stand gekomen. Wat een balen. Kon je niet even naar Canada op en neer? Dan word je even door je neus geboord. Ja, helaas. Maar ik ben vooral blij dat de deal succesvol is afgerond. En, dat was heb jij een specialisatie binnen Marklink? Nee, niet per se. Uiteraard zien we wel bij elke manager of partner binnen Marklink die een deal doet, of die deals doet, dat bepaalde sectoren vaak terugkomen. Als ik kijk naar mijn eigen deals, dan heb ik dat met name gedaan in de flexbranche en veel IT. Ja, dat merk je dan inderdaad wel, want dan heb je er net iets meer kennis van op een gegeven moment. Dus dat ze bij jou uitkomen. Ik denk daar vandaag dat heel veel mensen dan ook om jou gaan vragen natuurlijk, als je zo'n award gewonnen hebt. Ik hoop het, zeker. Ja. Het zou leuk zijn. We weten van de overnameadviseur van het jaar dat hij in januari substantieel vaker wordt gebeld dan in de jaren ervoor. Dat hebben we al meerdere keren gehoord. Dus in die zin is dat...
misschien een kleine opmaat voor een hele leuke maand mee te beginnen. Ja. Gaat het raden. Heb je volgend jaar nog iets op de planning staan en je zegt van nou, dat kan ik alvast delen hier? Ik hoop dat het volgend jaar natuurlijk nog beter wordt. En wellicht dan overnameadviseur volgend jaar, wie weet. Dat zou heel mooi zijn. Dat zou een hele mooie zijn. Dat spreekt in ieder geval ambitie uit. Dat is eerst nog partner worden. Blijf lekker zitten. Nou, hier toch aan tafel bent, kun je dadelijk lekker meeproosten. Laten we eens naar de volgende categorie gaan, Peter. We gaan door, hè? Ja, want het overnamekantoor, daar heb je in 3 categorieën op. Ja, want anders is het toch een beetje appels met peren vergelijken. Dat is het soms al een beetje, moet ik heel eerlijk bekennen. Maar we kijken vooral naar de omvang van het kantoor. En ook daar geldt weer aantal deals die je met je kantoor doet. De omvang van de grootste deal. Weer het aantal professionele stemmen en het aantal relatiestemmen. We hebben overigens sowieso het belang van de relatiestemmen dit jaar iets groter gemaakt. Dus die tellen nu voor 30% mee. En voor vorig jaar was dat nog 20%. Ook omdat we graag willen dat iedereen natuurlijk actief die markt in gaat om zichzelf te profileren. Laten we met een kleine beginnen. Laten we met klein beginnen. Ja, en dat is klein, dat klinkt een beetje niet helemaal oké, maar het is inderdaad small. Overnamekantoor van het jaar. En hebben we 5 kandidaten die waren genomineerd dit jaar. Go Fast Forward van David Sluis. Fusies overnames. MKB Advies Partners. Paul Overwater, het zijn vaak one man's armies, hè? Dus maximaal 2 personen. No Monkey Business, Martijn van der Hoeden. Of course, Corporate Finance en Edwin. En Olde Hartman Advies, nou die heeft al eens een keer eerder gewonnen. Maar die deed dit jaar weer mee. En het was een hele spannende affaire, kan ik je zeggen. Ja, ook daar zag je weer heel dicht bij elkaar. En het zijn uiteindelijk dan de stemmen die de doorslag geven. De winnaar is geworden Go Fast Forward. Ja, ja. En waarom? David Sluis. Nou, relatief een nieuwkomer, maar toch 8 hele mooie transacties gedaan dit jaar. Een hele actieve adviseur, moet ik zeggen. En heel erg goed campagne gevoerd. Ik geloof dat hij meer dan 500 stemmen uiteindelijk had binnengebracht. Nou, dat is wel heel erg knap, vind ik. Dus terechte winnaar, absoluut. Ook zij krijgen een prachtige award. Ja, dat wou ik nog even zeggen. Geldt voor iedereen, hoor. We komen persoonlijk de award langsbrengen en dat doen we graag. Dus dat gaat volgende week gebeuren. Heel goed. Misschien nog even één dingetje aan toe te voegen. Is toch aardig voor de winnaars van de kantoren. En we hebben een samenwerking ook met Admin Control, de data room. Overigens vorig jaar aangekondigd in die show. Hebben een heel goed jaar gedraaid daarmee. Dus ik ben ook heel blij met hoe dat gaat. Maar voorafgaand aan de show gaf Paolo nog aan van we bieden graag ook nog een dataroom aan. Kosteloos uiteraard. Aan de 3 winnaars van de bedrijven. Extra prijzen bij. Dus niet alleen de eeuwige roem. Ook nog een dataroom. Alle nieuwe klanten. Ja. En zo'n mooie award. Ook nog eens een keer een dataroom. Ja. Ja. Fantastisch. En alle publiciteit. Hè? Laten we die niet vergeten. Nee, zeker niet. Okay. Laten we eens naar het overnamekantoor Medium gaan. Medium gaan we categorie door. Categorie Medium. Dat is een categorie waar feitelijk de meeste kantoren zich in bevinden bij ons. En je ziet daar ook een hele spannende strijd ontstaan tussen kantoren die inderdaad vaker op de lijst voorkomen. Adagium Bedrijfsoverdrachten, ANF Partners, BHB Dullemond, Florijns Corporate Finance en VWG Corporate Finance. En ik kan wel zeggen, hier was de strijd het allerspannendste. De partijen zitten best dicht bij elkaar. Je ziet in die categorie deals, zeg maar, tot 30, 40 miljoen euro. Dat is een beetje de omvang die ze doen. Meestal zo tussen de 20, 25 deals met zo'n team van 7, 8 man. Daar hebben de stemmen echt de doorslag gegeven. Laat maar zien, de winnaar is. De winnaar is geworden, net als vorig jaar, Adagium. Dus ook zij krijgen zo'n mooie award en de data room team van Albert Dominicus. Ik ben er vorig jaar ook langs geweest. Misschien moet hij dit jaar bij ons komen. Misschien wel aardig, nodig ik hem uit voor een lunch. En dan gaan we de award overhandigen. Mogen we in Amsterdam komen. Goed, nu dan naar grote jongens. Hoe groot is een overnamekantoor in de categorie large? Nou, dat begint toch bij zeg maar 10 adviseurs. Maar dat kunnen ook 40, 50 of zelfs 100 plus adviseurs zijn. Er zitten dus ook minder partijen in die pool, om even zo te zeggen. Dus daar heb je wel ook een paar namen die af en toe terugkomen. Het begint dus bij zo'n beetje 10 adviseurs. Ja, nou laten we eens even kijken wie er genomineerd zijn in deze categorie. Over de kandidaten. Voor large, de kandidaten zijn. Ja, nou, BDO, M&A. Bekend allemaal. Crossminds, Diligence,
Iris Corporate Finance, Marklink. Kijk. Even kijken of jij nog eentje mee naar huis gaat nemen, Marco. Dat is even spannend natuurlijk. Hele misschien kantoor toch hier nog wel een extra steentje mee naar huis mag nemen. Ze hebben Tom ook in de studio? Nee. Ze zijn met de bus gekomen, heb ik gehoord. Ja. Nou, wie is de winnaar? Maak het ons eens bekend. Spannend. De winnaar is geworden. Crossminds. En waar zit Crossminds, Peter? Zit in Rotterdam. En als het goed is, zit onze speciale verslaggever zit daar ook. Hè? Ja. We hebben Floris. Kijk. Hallo Floris, daar is die weer wel bekend natuurlijk. Een medewerker van Brooks. Ook je mooie pak aangetrokken. Eens even kijken of wij verbinding hebben. Kun je me horen? Ja. Ik heb hem hier in mijn handen. We staan op locatie bij Crossminds in Rotterdam dus. En ik hoorde net al op de achtergrond wat gejuich. Dus ik denk goed om daar gewoon even heen te lopen. En ze weten nu ook dat je buiten de deur staat. Ja. Dus ik neem aan de deur voor je open gedaan wordt. Ja, dus nu weten ze wel dat ik eraan kom. En dat gejuich moet nog een keer opnieuw. Ja, dat moeten ze nog een keer opnieuw. Nog één keer. In ieder geval komt te kijken. Ja. Neem ons maar eens mee. Spannend, spannend kantoor. Want je zit allemaal in de boardroom, zie ik. Ja, goed. Welkom. Nou jongens. Hey. Gekkenhuis. Nou, laat me eens even horen. Hoe blij zijn jullie? Dankjewel. Jazeker. Gefeliciteerd, Pieter. Pieter, gefeliciteerd. En wat gaat er nu door je heen, Pieter? Wat voor jaar was dit voor jullie? Ja, dit was een fantastisch jaar. Je ziet het al, je komt binnen op een splinternieuwe locatie. We zijn verhuisd zowel in Rotterdam als ook in Breda naar een nieuwe locatie. Ja. Volgend jaar ook weer Goes ook nog naar een nieuwe locatie te gaan. Zodat de huisvesting zijn we optimaal uitgerust. Daarnaast zie ik in de Westbank staan. Dat zijn niet allemaal van dit jaar, maar een behoorlijk deel wel. Dus we hebben dit jaar ook echt een aantal hele mooie grote transacties mogen doen. Heel veel deals. Heel veel deals. Heel druk jaar gehad. En we zijn heel blij met ook dit stukje beloning. En uiteraard van alle stemmen van onze klanten en relaties die ons daar... Zeg, kun je de cameraman of vrouw of mens... kun je eens laten zien hoeveel mensen daar in de zaal zitten? Want ik zie er wel een paar, maar niet echt. Ja, daar zijn ze. Hallo allemaal. Even zwaaien. Hallo. Ja. De helft is wel aanwezig. En Pieter, heb je nog een update over NAC? Geen commentaar, Peter. Ik heb je gezegd, als het verkocht is, dan ben ik ze als eerste. Ik heb het nog niet verkocht. Zijn druk bezig. Ja, nou, we hadden echt op een primeur gehoopt in combinatie met deze woord. Maar die zit er dus nog niet in. Nou, dat is in het voetbal wel heel lastig om een primeur stil te houden, Peter. Ja, oké. Okay. Maar we gaan het best doen. De deal is, we zijn de eerste die het hoort dan, hè? Ja. Ja, oké. Okay. Ik zou zeggen, trek de champagne maar open. Ja. Ja, misschien ook nog even, wat verwachten jullie voor komend jaar? Ziet dat er goed uit al, de pijplijn? Ja, absoluut. Als we kijken naar wat we nu in transacties al langs zien komen. Ook in toch echt al de bovenkant van de markt. Dan ziet ook 2022 naar verwachting wel weer heel erg goed uit. En we hopen vooral dat we ook weer net iets meer mogen gaan doen face-to-face. Dus wat minder online en wat meer gewoon... Ja, bij elkaar aan tafel. En er is hier nog genoeg ruimte volgens mij voor heel veel nieuwe medewerkers. Dus dat gaat wel goed komen. Ook even vanaf hier, ik denk ook namens Pieter, alle anderen van harte gefeliciteerd met jullie award. Heel goed gedaan. Zeker, ja. En bedankt ook voor alle stemmen uiteraard. Ja, en jij ook. Doe je goed, Floris. Goed gedaan daar wat zo. Wat zeg je dan, Floris? Ja, terug naar de studio. Ja, heel goed. Dankjewel, Floris vanuit Rotterdam, het kantoor van Crossminds. Overnamekantoor van het jaar. Nou, wat superleuk allemaal. We hebben nog één categorie, want dit was de zesde. Zullen we die ook nog even doen? Lijkt me wel. Ja, toch? Ik zal niet zeggen de apotheose, maar toch. De grande finale wil ik wel zeggen. De overnameadviseur van het jaar. Ik zal even die gaat de druk krijgen, hoor ik je net al zeggen. Echt de positie die Marco ambieert. Dus we gaan het zien. Laat ze maar zien. Maar goed, we gaan eerst even de kandidaten voor dit jaar even langs. En dat waren achtereenvolgens Alexander Boisavin van ANF. Partners Mark Enink van Taurus Corporate Finance. Stefan de Groot, Alpha Consultants. Pieter Poortvliet, daar is hij weer, Crossminds. En Bart Reserveur van Berio M&A. Nou, en dan gaan we even... Naar de winnaar. Blijven we in Rotterdam of gaan we ergens anders naartoe? En de verrassing is namelijk... Alexander Boisavin. Aan het partners. Nou, en ook dit weer hebben we weer. Kijk eens, daar is hij gewoon. Ja.
live aanwezig. Ga lekker zitten. Goedemiddag, goedemiddag. Dag. Ga lekker zitten. Dankjewel. Oh, gefeliciteerd. Dankjewel. Gewoon op een woensdagmiddag. Zo, dit mag Peter, nog, Corona 6. Van harte gefeliciteerd. Dank. Ook hier, Alexander, was het een spannende strijd. Volgens mij, je hebt ook wel eens eerder meegedaan. Dus je weet ook wat het is om niet te winnen. Dat is uiteindelijk de doorzetter die dat doet. Maar je hebt vooral ook een heel mooi jaar gedraaid, volgens mij. Als ik kijk naar alle statistics. Ik geloof dat de teller op 9 transacties stond voor dit jaar. Dat schijnt zo te zijn. Ja? Of komt nummer 10 er nog bij? Of? Die komt er nog wel bij, nummer 11 ook nog. Ook nog. Nou, allemaal in dit jaar nog. Allemaal dit jaar nog. Ja, ja, ja. En dat heeft jou ook een plek gegeven, ik geloof, bij de club van M&A, van Alex. Als een soort... Ja, dat schijnt zo. Ja. Maar wat ik vooral heel erg leuk vind, is ook de variëteit van jouw deals. Je hebt een reclamebureau geholpen bij een uitkoop. Uh-huh. Maar je hebt ook een oester- en mosselkwekerij verkocht. Ja. Gekocht voor participatie. Dat is juist, ja. En ik vind het wel grappig dat je eigenlijk van alle markten thuis bent. Ja. Hoe belangrijk is de kennis van zo'n markt dan? Nou, dat is... Je zegt je en jouw deals. Ik moet je zeggen... Ja, nee, team. Dat klopt. Doet hij het niet? Oh, het geluid is niet goed. Kijk eens, ik krijg een extra microfoon bij. Ja. Ik kan je goed verstaan, hoor. Ja. Je zegt je en jouw deals. En ik zit hier ook namens mezelf. En dat staat, mijn naam staat kennelijk op je bord. Maar je doet dit niet alleen. En ik zie dit niet als een bedankje naar mij toe. Of een award. Maar naar het hele team toe. Naar ons kantoor toe. AMF Partners. Ja. En dat hadden we toen mijn compagnon Friso Kuipers en ik het kantoor startten. Zo'n 16 jaar geleden, ruim nu. Maar we nooit kunnen denken dat we hier nu op deze manier zo mochten zitten. En daar wil ik allereerst het team enorm voor bedanken. En ook alle mensen en onze klantenrelaties die we hebben mogen helpen om tot een succesvolle transactie te komen. Ja. Dus dat wou ik... Genoteerd. En wat maakt jij nou alle genomineerden ook. Wat maakt jij nou een goede overname? Waarom ben jij nou de beste van dit jaar, denk je? Nou, dat is zo vind ik niet dat je over jezelf mag praten. Alleen we proberen elke dag met humor, passie en expertise... en niet in specifiek die volgorde... en zeker niet dat we zo grappig zijn. Dat laten we over aan Robert en de anderen. Mm. Maar we hebben al een hoop lol samen. En we proberen... we hebben echt slimme mensen in dienst. Als je het zelf niet bent, moet je ze in dienst nemen, zeggen we altijd. Maar om de klant optimaal te bedienen. En om jouw vraag te beantwoorden, Peter. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je, als je een markt wellicht op dat moment minder goed kent... dat je wel heel snel en heel bedreven, en dat kost best wel wat uren... heel erg diep ingraaft in de markt en wat daar de specifics van zijn. En dan word je kennelijk, en dat vinden we hartstikke fijn... daar zijn we heel trots op en blij mee, ingeschakeld... door mooie cliënten om hen te mogen begeleiden. Ja. Prachtig. Ja, en ook hier geldt overigens heel goed campagne gevoerd. Hè? Het is de combinatie van wat je hebt gedaan als adviseur. Hè? Tip voor volgend jaar, ook voor anderen die graag willen winnen. Het helpt wel als je campagne voert. En we hebben het veel op LinkedIn. En met z'n allen zetten we de markt natuurlijk op de kaart daarmee. Hè? Dus binnen LinkedIn zoveel aandacht. Voor de individuele kantoren, maar ook voor de markt als geheel, denk ik. Ja. Dus, en met het allerbelangrijkste, want ik zit wat te praten. Zie jij hem ook zo? Of, Ja, ik zie hem. Het is een glazen award. Ik ga maar jou met je naam erin. Overhandigen. Alsjeblieft. En het logo. Dank. Neem me mee naar Je moet hem wel een speciaal plekje geven. Ik zag heel veel namelijk van die tombstone. Dit is echt buitencategorie. Deze dat begrijp je. Die komt op de bovenste plank. Absoluut. Dat is wel het idee. Mannen, ik vind het tijd. Dank. Ik heb een dorst te krijgen. Laten we eens gaan proosten. Ja, laten we, kijk eens, we hebben een mooie champagne laten inschenken. Die komt er lekker aan. Nemen wij een drankje. Ondertussen nemen we afscheid van de mensen thuis natuurlijk. Ja. Van, alle genomineerden, iedereen die kijkt. Volgend jaar gewoon heel veel goede deals gewenst. Jullie ook mooie toekomst toegewenst. Heb je nog een tipje, want het is nog iets nieuws? Want hij had iets nieuws, dankjewel, te melden met de vacaturebank. Vooral heel hard gas geven op wat we al doen. Want het gaat gewoon heel goed. Ja. Dus je hoeft niet zo heel veel te vernieuwen per se, als dat goed gaat. Maar we gaan wel geografisch ook weer uitbreiden naar twee nieuwe landen. Dat hoort allemaal bij de standaard van wat gewoon we doen, zou ik aan zeggen. Ja. Super. Nou, mooi. Ik zou zeggen, 8 maart, mag ik dat noemen? Ja, 8 maart gaan we proberen live bij elkaar te zijn. Ik wil sowieso iedereen een gezond, gelukkig en ondernemend 2022 toewensen. Namens Brooks en Dealsuite. En ik
hoop iedereen op 8 maart te zien. En dan zijn we weer live bij elkaar. Gaan we ook alle prijs, de winnaars nog eventjes weer even op het podium brengen. Maar het nieuwe is er dan vanaf. Maar nogmaals... Proost allemaal. Proost. Bedankt voor het kijken. Jullie ook. Gefeliciteerd. Tot volgend jaar. Goeie zaken. Dag. Goeie zaken. Leven en lijven. Cheers. 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 Nou, mooie show, jongen.